Mijn werkplek, persoonlijke werkplek, is een belangrijke plek binnen Edit. Hierin kan ik bronnen die ik heb gevonden verzamelen en laten bewerken. Hoe doe ik dat? Nou, ik ga op zoek naar bronnen over Artis. En dan vindt hij een boel resultaten. En nou ja, ik wil de eerste drie bronnen wil ik graag bewaren. En de eerste manier om dat te doen is het slepen naar je plek. En je kunt op de andere manier op het plusje klikken. Ook dan verschijnt de bron in jouw werkplek. En er is nog een manier. Als je een bron hebt geopend. Ik heb deze foto geopend. Of een nieuw vogelhuis in Artis. Die kan ik ook bewaren door hierop te klikken. Dus op deze manier bewaar ik bronnen. Om het overzichtelijk te houden maak ik een nieuwe map aan. En die noem ik Artis. En de map zit in mijn bestanden. Ik sleep zo die bronnen die ik heb verzameld in de map. Op een makkelijke manier. En nu heb ik die map gevuld. Om er verder mee aan het werk te gaan, ga ik naar de tab Mijn werkplek. En hier zie ik die map ook staan. De map kan ik openen. Ik kan de naam wijzigen. Ik kan een aantekening bij maken. Maar goed, ik open hem. En nu kan ik ter plekke die bronnen bewerken, bekijken. Kopie van maken, verplaatsen naar een andere map. Kopiëren naar een andere map. Of ik kan hem doorsturen naar een andere edit gebruiker. Wat heel handig kan zijn als je samen aan het werken bent. Met een klasgenoot bijvoorbeeld. Hier kan ik een opmerking maken. Werkstuk afmaken. AUB. En de bron is verstuurd. Nu naar de map. En ik heb deze nickname gebruikt van de gebruiker aan wie ik hem heb doorgestuurd. Goed, wat kun je nog meer? Je kunt in je eigen werkplek je profiel aanpassen. Je kunt een foto toevoegen aan je profiel. Je kunt een groep aanmaken, een nieuwe groep aanmaken. Dan nodig je gebruikers uit tot jouw groep. En iedereen die je hebt uitgenodigd kan in de werkmap die je hebt aangemaakt. Ik kan ook in mijn map met bronnen die ik heb verzameld vanuit Edit, bronnen toevoegen van buiten Edit. Dat doe ik door hier op deze knop te drukken om een afbeelding te uploaden bijvoorbeeld. Of een document. Ik kan ook een Word document toevoegen of een video. Ik wil nu een afbeelding toevoegen over een tijger. Die noem ik tijger. Ik ga verder bladeren. Om de afbeelding te zoeken. Ik heb de afbeelding opgeslagen op mijn desktop. Die tijger. Die voeg ik toe. En nu is mijn map gevuld met materiaal vanuit Edit. En materiaal van buiten Edit. Zo werkt mijn werkplek.